De wet en regelgeving in bouw- en installatieland blijven in ontwikkeling en blijven veranderen. Een onderdeel van de energietransitie is dat er stippen op de horizon zijn gezet. Er zijn Europese doelstellingen die weer nationaal vertaald worden. We gaan over die regels en wetten praten met Harm Falk. Harm, jij bent partner bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. En jullie zijn vaak betrokken bij nieuwe regelgeving. En jullie weten, hoop ik, wat er op ons afkomt. Ja. We gaan door een aantal ontwikkelingen heen. We beginnen even bij een paar nieuwe afkortingen die we erbij krijgen. Na het bouwbesluit hebben we nu de OW en het, nou, niet alleen de BBB, maar ook BBL. Ja, BBL misschien wel verstandiger. Besluit, bouwwerken, leefomgeving. Wat is hier veranderd en wat gaan wij hiervan merken? Nou, eigenlijk is dit een onderdeel van een hele grote wetgevingstransitie, waarbij ik geloof 26 wetten en besluiten op één grote hoop zijn geveegd. Alles rondom bouwen, maar ook ruimtelijke ordening, infrastructuur, is allemaal onder één wettelijk kader gekomen. En omgevingswet. Ja, en die grote transitie, die grote verandering? Per 1 januari 2024. En waarom moest die komen? Het is alweer een maand geleden. Is dat vanuit de sustainability goals? Nee, dat was meer om is flink onkruid te wieden. Oké. Om al die toch wat versnipperde bouwregelgeving, regelgeving rondom ruimtelijke ordening, met elkaar in verband te brengen. Ja. Dat was tenminste de gedachte achter de omgevingswet. En ja, alles wat met bouwen en installeren te maken heeft, dat stond voorheen in het bouwbesluit. En dat staat nu in het BBL. En dat is die afkorting. Het besluit bouwwerken leefomgeving. Het besluit bouwwerken leefomgeving. Ja. Mag je gelijk weer vergeten, maar BBL, dat is eigenlijk wat we even moeten onthouden. En wat gaat de installatiebranche daarvan merken? Niet zoveel. Oké, er verandert niks. Niks is wat overdreven. Met name installatiebedrijven die betrokken zijn bij brandveiligheid, die zullen wel merken dat er zaken iets veranderd zijn. Maar dat was eigenlijk alles wat al in de pijplijn zat. En dat is met die transitie is dat meegenomen. Ja. In grote lijnen kun je eigenlijk zeggen dat het een beleidsneutrale overgang is. Dus alles wat er al aan eisen was op het gebied van installatietechniek, Dat is gebleven. Het staat alleen op een andere plek. Het heeft een ander nummer. Je kan het niet vinden. Dus dat is de eerste tijd even moeilijk. Okay. Maar eigenlijk 9 van de 10 keer, als het in december 2023 mocht, dan mag het in januari 2024. Dus die, ik zou bijna zeggen, administratieve ontwikkeling heeft betrekkelijk geringe impact. Ja. Ja, oké, duidelijk. We hebben het hier vaak en ook nu weer over BEN. Ja. De bijna energie-neutrale gebouw. Ja. De nieuwbouwnorm is dat. Er komt nieuwe software aan. Ja. Voor de BEN-berekening. Ja, nou, we werken nu een aantal jaren met die BEN-berekening. En dan merk je dat de markt op een bepaalde manier gaat reageren. Voor een deel stellen ze daar vragen over. Voor een deel zijn er innovaties. Voor een deel vinden ze het vreselijk ingewikkeld. Dus we doen een aantal zaken. Proberen wat zaken te vereenvoudigen. Opnames waarvan je zegt van joh, dat wordt wel gevraagd, maar de impact op het eindelijk getal is zo klein, laten we dat maar weglaten. Ja? Dus er zitten overigens beperkt maar een aantal van die vereenvoudigingen in. Maar je merkt ook dat de markt soms dingen doet waar je die niet verwacht. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, het beste voorbeeld is de gang van zaken rondom koeling. Met de invoering van de BEN kregen we een eis aan of nieuwe woongebouwen, nieuwe woningen, voldoende voorbereid waren op overhitting. Hè? Of er niet een te groot risico op overhitting zou ontstaan. Omdat ze zo dicht. Nee, ja, en omdat de zomer steeds warmer worden. Ja, ja. Nieuwe woningen lopen dan meer kans op die overhitting dan oude woningen, omdat oude woningen meer tochten? Ja, dat is wel zo. Okay. Want ook gerenoveerde oude woningen hebben daar last van. En dat heeft ook mee te maken dat we in Nederland niet zo gewend zijn om daar op een slimme manier mee om te gaan. Ik zeg altijd, in Nederland is het lekker weer. Dan gaan de ramen open. En als je op vakantie bent in het Middellandse Zeegebied, dan zie je iedereen, als het warm wordt, de luiken dicht doen. Ja. En de zaak sluiten. Ja. Dat moeten we ons in Nederland ook aanleren. Dus ik zeg altijd,
Nederlanders moeten leren van oude Griekse omaatjes. Dat mag niet, dat is een leeftijdsdiscriminatie. Maar toch even die ervaring uit dat Middellandse zeegebied. Ja, maar realiseer dat klimaat wat ze daar nu hebben, of wat ze daar 10 jaar geleden hadden, dat krijgen wij volgend jaar. Ja, zit dat alleen in ander gedrag van bewoners of ook in ander bouwen? Nee, dat zit ook in ander bouwen. We hebben de neiging om met heel veel glas te bouwen. Ik wil zeggen, minder ramen, kleinere ramen. Ja, minder ramen, kleinere ramen zou ontzettend helpen. Witte huizen een beetje, maar dat zet niet zo'n zoden aan maar de rijk. Glas. Maar wat er gebeurde. Dat is een vrij ingewikkelde criterium wat in de regelgeving zit. Dat heet TO Juli. Moeilijk sommetje, niet heel betrouwbaar, maar je moet toch wat. Dus dat ding was er ingekomen. En daar hadden bouwers, installateurs, hadden daar een hekel aan. En wat ze deden in de ontwikkelfase, zeiden ze, nou kunnen we dat niet ontlopen? En ja, dat kon. Op het moment dat je zei van ik heb koeling, dan is dat risico op overhitting is natuurlijk minder groot. Mm-hmm. Dus wij hadden in de commissie gezegd, op het moment dat er koeling is, dan krijg je vrijstelling van die toets aan die TO Juli. Wat gebeurde er nu? Toen we dat zeiden, was ongeveer 10% van de nieuwbouw was uitgerust met koeling. En dat ging dan vooral over woningen met een bodemwarmtepomp. Waarbij je de koeling eigenlijk gebruikt om die bodem te regenereren. Ja. Wat zagen we nu? Omdat ongeveer tegelijkertijd er geen gasketel meer de standaard werd, maar een warmtepomp en dan vaak een luchtwaterwarmtepomp. En dat is nu eigenlijk zeg maar, de standaardinstallatie voor een nieuwbouwwoning. Dachten mensen van, hey, maar die kan ook koelen. Als ik die nou eens gewoon op zomerbedrijf zet, dan heb ik ook koeling. En dan krijg ik vrijstelling voor die TO Juli. En dat was fijn, want dat was een lastige toets, zoals ik al zei. Ja. En binnen 2 jaar was 85% van de nieuwbouw heeft nu koeling. Meestal via die luchtwaterwarmtepomp. Ja. Maar de capaciteit daarvan is beperkt. En we zagen als je dan die beperkte koeling opzet tegen de hele grote ramen die op dit moment heel populair zijn, dan zie je dat er toch nog groter risico is op overhitting. Dus die toets op TO Juli, die voldeed niet. Wat we nu zeggen is vanaf juli 2024 moet je niet alleen kijken naar is er koeling, maar moet je ook kijken is de zoninstraling via het gras niet te groot. En dat kun je kijken door, zijn die ramen voldoende klein? Als ze groter zijn, mag je er ook bijvoorbeeld zonwering op zetten. Ja. Je mag er ook heel precies aan rekenen, dan is het ook allemaal goed. Nou, als je dat allemaal doet en dan weet je dus dat ik koeling heb en ik heb iets gedaan aan die zonwering, dan krijg je die vrijstelling. Dus die vrijstelling op dat vlak, die vrijstelling van die TO Juli, daar wordt het wat scherper, wordt het wat preciezer. Ja, ja. Ja. En we hebben hier natuurlijk een beetje lacherig gedaan, althans ik, over bijna energie-neutraal gebouw. Ja. Wat is dat nou? Wanneer gaat die bijna eraf? Nou, de kogel is bijna door de kerk. vlak voor de kerst, eigenlijk als een pakje onder de kerstboom, is er op ambtelijk niveau tussen de partijen in Europa overeenstemming gekregen over nieuwe Europese regelgeving voor gebouwen. En daar moet nu, binnenkort moeten de lidstaten moeten daar een klap op geven. En de verwachting is dat dat wel gebeurt, want er is 1,5 jaar stevig over onderhandeld. En dat betekent dat de EPBD, de Energy Performance of Building Directive, dat is eigenlijk de Europese regelgeving waar onze BEN en NTA 8800 op gebaseerd is. Die wordt dan vernieuwd. En daarin staat dat binnen afzienbare tijd zero emission buildings de standaard moeten worden. En dan hebben we het over nieuwbouw. Ja. Maar daar staat ook al bij dat we ook voor de bestaande bouw ernaar moeten streven om zoveel mogelijk dat ZEP-niveau, want dat wordt in eerste van BEN gaan we naar ZEP, ja. Zero Emission Building, ja. dat ook voor de bestaande bouw langzamerhand bereikt moet worden, maar dat is voor wat langere termijn. Ernaar moeten streven, dat klinkt voor mij als het hoeft niet. Het moet niet. In het onderhandelingsproces zijn de harde eisen aan de bestaande bouw afgezwakt. Er stond in het ontwerp
alle EFG-gebouwen moeten binnen 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar uitgefaseerd worden. Dat is in de onderhandelingen wat afgezwakt. De lidstaten moeten er nu voor zorgen dat die bestaande voorraad voldoende mate verduurzaamt. Ja. Maar dat doen ze het handigste door die EFG-woningen aan te pakken. Ja. Maar dat laatste is mijn interpretatie. Oké. Je had het al over EPBD4. Ja, dus ja? De vierde versie. Ja, je noemde heel snel even de betekenis van die afkorting. Energy Performance of Building Directive. Dus oké. Energy Performance of Building Directive. Het gaat over de energieprestatie ja. van de gebouwen. En het is een directive, dat wil zeggen... Een richtlijn. Een richtlijn. Dus Europa zegt, lidstaten, jullie moeten hier iets mee doen. Maar hoe je het doet, dat mag in Duitsland, Nederland, België, Denemarken, allemaal net even iets anders. Oké, kun je dat vertalen voor wat er op ons afkomt? Per wanneer, wat gaat de impact hiervan zijn? Die impact gaan we over 1 jaar of 2 echt merken. Dan komen die eisen, want de lidstaten krijgen nu tijd. Als er zeg maar in maart een klap gegeven wordt op die regelgeving, dan wordt die gepubliceerd. En dat is wel wat jij verwacht? Dat is wat ik verwacht. Ja. En dan krijgen de lidstaten 1 jaar of 2 de tijd om dat in hun eigen wetgeving op te nemen. Dus pak een beet, 2026, 2027 komt dat in het BBL te staan. Ja. En daar komen dan een aantal zaken die nu nieuw zijn. Nou, ik noemde al die ZEP, die Zero Emission Buildings. De goede luisteraar heeft gehoord dat dat net iets anders is als Zero Energy Buildings. Dus we kijken wat breder. We kijken niet alleen naar de CO2-uitstoot van het gebouw in het gebruik, wat we altijd gedaan hebben. Ja. Het operational carbon heet dat in het jargon. Maar we kijken ook naar de CO2-uitstoot die gemaakt is voor de materialen. Ja. En dan moeten eigenlijk alle leveranciers van de installatietechniek ontzettend gaan opletten. Want we hebben inmiddels in de gaten... Dat gaat impact hebben op de keten. En dat is ook precies de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Dat betekent dat ten eerste moeten ze heel goed weten waaruit zijn hun producten opgebouwd. En het is natuurlijk logisch, dat is voor een rolletje glaswol iets makkelijker te vertellen dan voor een warmtepomp, waar zoveel verschillende materialen in zitten. Ja. Maar je ziet wel dat ook het type materialen dat een rol gaat spelen. En je ziet ook dat het losmaakbaar en repareerbaar maken, dat gaat steeds meer een rol spelen. Circulariteit. En die circulariteit zie je ook terug in stimulansen om over te gaan tot hergebruik en refurbishment. Er hoeft niet altijd een nieuwe luchtbehandelingskast op het dak gehesen te worden. Je zou die oude best wel eens op kunnen knappen. Ja, je zegt de vertaling van die directive, die is aan de landen zelf. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat een nieuwe regering... Nederland heeft gestemd, een nieuwe regering, dat het nieuwe kabinet daar wat rustiger mee omgaat, een rechtskabinet daar wat anders mee omgaat dan een linkskabinet? Ik zoek naar de woorden om het goed te formuleren, ja, maar zit daar de speelruimte? Er is wat speelruimte, ja. Maar die speelruimte is vrij klein. Ik wou omdat... zeggen, uiteindelijk mot het toch. Omdat wij in Nederland al niet zo'n koploper waren. Het enige waar we koploper in zijn op dit moment, kun je zeggen, is in die regelgeving rondom materialen. Het feit dat wij in Nederland al een MPG hebben, waarmee je dus de materiaalprestatie van het gebouw, tenminste voor woningen en kantoren, al in beeld brengt en daar zelfs een eis aan stelt. Daarin lopen we voor op Europa. Mm-hmm. Maar dat wordt nu verplicht voor iedereen, dus... Wij gaan dat doen, maar we deden dat al. Dus dat moeten we blijven doen. Voor het andere was Nederland al steeds net tegen de deadline aan zaken aan het invoeren. Dus daar is de speelruimte Dus er kan klein. Niet meer rem opgezet worden, want anders halen we de doelstellingen niet. Nee, dat klopt. Anders, want die doelstellingen zijn best hard. En in de regeling en ook in ander Europees beleid is al afgesproken dat er... over een jaar of 4, 5 een tussenmeetpunt is. En als we niet hard genoeg gaan, dan worden de schroeven aangedraaid. Ja, wat zijn de sancties daar eigenlijk? Dat zijn boetes. Boetes? Boetes. Ah, ja. Boetes. En dan praat je over miljoenen? Ja, miljoenen. Ja. 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 Ja.
Okay. Maar dat zijn overigens boetes aan de staat. Hè? Dus de staat moet. Ja, nee, niet aan ondernemers die nu kijken. Nee. Maar de lidstaten. De lidstaten kunnen van de EU kunnen draaien. En eerlijk gezegd heeft Nederland ook op dit dossier wel eens een draai om de oren gehad. Ja, okay. En ik denk dat een nieuw kabinet heeft zorgen genoeg als het gaat om. Het herstructureren van de financiën, dat die niet zitten te wachten op. Die zitten niet te wachten op boetes. Nog meer tegenvallers. Okay. Wat is de impact van een nieuwe wet en regelgeving, Europees of nationaal, op de installatiebranche? Op fysieke producten, toestellen, installaties? Nou, fysieke producten zit vooral via de ecodesign-richtlijn, die parallel aan die EPBD waar we het net over hadden, op dit moment ook geüpgrade wordt. Dat is iets wat wel in alle landen hetzelfde zal zijn. Dus dat gaan we. Dat is grensoverschrijdend gelijk? Dat is gelijk. Er is aangekondigd dat stand-alone toestellen op fossiele brandstoffen na 2040 of 2035 niet meer verkocht mogen worden. Dus een gasgestookte cv-ketel gaat uit het assortiment. In, wat zei je, 2035? Ja, 2040. 2040. Mag die, okay. En dat geldt voor de stand-alone oplossing. Ja. Okay. En dat is best. Oh, dat verklaart waarom dan nu nog snel cv-ketels worden geïnstalleerd. Nee, dat is om het hybride, om de hybride verplichting van 2026 te oplossen. Oké, ik wou zeggen, want die hebben een levensduur van pakken bij 15 tot 18 jaar. Ja. Dat is net die termijn. Maar je ziet nu dat er heel veel cv-ketels vroegtijdig vervangen worden, zodat ze nu nog niet hoeven te toetsen aan die regelgeving voor de hybride warmtepomp. Oké. Maar goed, 2040, exit. Exit. Maar wat ik veel interessanter vind, is dat we wat nauwkeuriger moeten gaan kijken naar de kwaliteit van de installaties. Dus inregelen wordt minder vrijblijvend. Is dat nu zo dan? Ja, in feite is het wel verplicht, maar niemand controleert, dus dan gebeurt het niet. Okay. Nou, daar komen nu wat richtlijnen om daar die verplichting duidelijk te maken. Je mag ook pas een goed ingeregelde installatie meenemen op het moment dat je aantoont dat die goed ingeregeld is. Hoe wordt dat getoetst? Daar zijn mechanismen bij de oplevering. Want de opname voor het energielabel bij oplevering is een moment waarbij je dat soort zaken moet overleggen. En dat is een onafhankelijke partij? Dat is een onafhankelijke partij die dat toetst. Ja. Okay. Ja, en die zit onder certificaat, dus die partij wordt weer gecontroleerd. Dus via die route die verplichting makkelijker ingevoerd worden. Dit heeft concrete impact op de installateurs. Ja. Die moeten dus. Het mooie is, goed werk wordt beloond. Ja. Nou, dat is de positieve uitleg. Het tweede wat je zult gaan merken is dat gebouwbeheerssystemen, BACS in het internationale jargon, GACS in het Nederlandse gebouw, automatiserings- en controlesystemen, die gaan verplicht worden en dat gaat op hele korte termijn gebeuren. Nou, daar hoor je ook hier op de beurs al partijen die dat soort systemen leveren. Geldt dat voor flatgebouwen? Nou, laten we het even beginnen met de grote utiliteit. Voor de grote utiliteit. Ja, ja. En dan groot is gelijk aan installatievermogen, dus boven de 270 kilowatt, gaat het gelden vanaf eind dit jaar. Dus dat gaat al op hele korte termijn in. Dat klinkt heel snel en heel streng. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dat soort installaties vaak al een gebouwbeheersysteem hebben. Ja. En de richtlijnen voor dat gebouwbeheersysteem, daar moeten we nog even op wachten. Die uitwerking, dat is nog niet goed opgeschreven. Ja, maar dit heeft geen betrekking op woningbouw? Nee, maar laten we alsjeblieft kijken dat ook in die utiliteitsbouw nog een heleboel te zeker, is. Zeker. Ja. En over een aantal jaren wordt dat ook verplicht voor kleinere installaties. En je zult langzaam zien dat dat dan gemeengoed gaat worden op de markt. Dus gebouwautomatisering krijgt een duwtje in de rug. Ja. Het tweede is dat allerlei geitenpaardjes van het moet maar, maar we doen het eigenlijk niet. Of we proberen het zo op te schrijven dat het net niet hoeft. Ja, want dan is het de geitenpaardjes worden een beetje afgedicht. Daar komt een prikkeldraadje voor. Ja. Ja. Want als het een aanbeveling is, maar het moet niet, dan zullen veel partijen het niet doen. Ja, okay. Klopt. Dus er wordt meer afgedwongen. Er gaat meer, meer directief verteld worden. Van, zo moet het en niet anders. Oké, wat nog meer?
Ja, de inregels liggen dus best veel. Eigenlijk niet heel schokkend, maar wel zoiets van ja jongens, maar nu wordt het toch echt wel serieus. Ja. Hè, dus waar we zaten op een niveau van ja, het moet eigenlijk. En ik hoorde het gesprek hiervoor Patrick Schimmel zeggen, we zijn in Nederland gewend om met een 6-min te bouwen. Ik zeg zelf altijd, we bouwen niet zo goed als we kunnen, maar zo slecht als we mogen. Ja, nou, dat heb ik wel vaker horen zeggen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat Patrick bedoelde. Ja. En daar moeten we wat vanaf. Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En ik ben nooit zo'n voorstander van dwang. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er sommige veranderingen er niet komen als je ze niet afdwingt. Nee, nou, dus een deel van die dwang zit dus via die controle bij oplevering. En dan nu wel even de stap naar de woningbouw. Wat er ook veranderd is in wet en regelgeving per 1 januari... is dat voor eenvoudige gebouwen, grondgebonden woningen... eenvoudige, zeg maar even de dokterspraktijk... eenvoudige utiliteitsgebouwen... is de wet kwaliteitsborging ingegaan. En dat betekent platweg... je hoeft alleen maar tegen de gemeente te zeggen... joh, ik ga bouwen, kijk maar, dat mag volgens het bestemmingsplan... En die gemeente, daar hoef je dan nog geen tekeningen en zo in te leveren. Maar je moet wel zeggen, oh ja, en deze meneer, deze partij, dat is mijn borger, die gaat mij controleren. En die borgers worden ook weer gecontroleerd. Maar kies je die zelf? Ja, die kies je zelf. Je mag zelf, ja, ik mag zelf, ja, ik vind het prettig om met Frans te werken. Nou, dus Frans wordt mijn borger. Die moet daar wel voor opgeleid zijn, die moet dat wel kunnen. Maar, dan, maar die betaal ik ook? Ja. Opent dat niet de weg naar een beetje marchanderen? Nou, ik sluit niet uit dat we dat... Het staat een beetje haaks op onafhankelijke toetsing. Het is in principe een onafhankelijke toetsing, maar ik moet jou wel betalen. Dus ja, die partijen die borger zijn, moeten ook wel onafhankelijk zijn. En dat moet ook aantoonbaar zijn, anders raken ze hun vergunning kwijt. Ja. Die borger gaat controleren. Maar als jij moet toetsen... Laat maar even wachten. Ja? Wat hij gaat doen, die borger gaat daadwerkelijk controleren wat jij aan het bouwen bent. En dat is echt nieuw in Nederland. Want tot nu toe kreeg jij bouwvergunning op basis van een hele stapel goede bedoelingen. Netjes afgestempeld. En dan zeiden ze, nou, dit is uw bouwvergunning. En dan keek niemand meer naar. En vervolgens keek niemand er meer naar. Ja. En wat je dus zag, is dat er... Tenzij er iemand ging klagen. Ja. Ja, maar dan nog had je vaak niet zo'n... In ieder geval niet... publiekrechtelijk een poot op te staan. Dan moest jij als klager privaatrechtelijk die partijen aan en dan moest jij maar aantonen dat het niet goed was. Ja, okay. Nou, er zijn twee dingen die veranderen. Ten eerste, er is dus iemand die echt daadwerkelijk mee gaat kijken. En je mag nog steeds wel dingen veranderen ten opzichte van wat je oorspronkelijk van plan was, maar die partij gaat controleren of je dan nog steeds aan je kwaliteitseisen voldoet. En dat is wel nieuw. Daar zullen we aan moeten wennen. Daar zal de installateur ook aan moeten wennen. Want die zal dus een partij krijgen die zegt... Mag ik even uw inregels laten zien? Ja. Kunt u me even aantonen waarom u een andere warmtepomp heeft gekozen... dan in de specificatie staat? En als dat is, hij is niet verkrijgbaar of hij past beter. Ja, je of, moet een verhaal hebben. Je moet een verhaal hebben. En dan moet je, dat wordt dus ook pas bij oplevering gecontroleerd... of je aan de eisen voldoet. Ja. Nou, dat is een nieuwe. En tegelijkertijd verandert de positie van de consument... Want de partij waarmee hij een contract heeft afgesloten, dat is dus meestal de ontwikkelende aannemer en de installateur als zijn onderaannemer, die moet niet meer aantonen, die moet aantonen dat het goed was bij oplevering. En daar komt die borger dus weer in beeld. Dus die borger legt vast of je zorgt dat die borger daar een dossier over heeft, over hoe dat gebouwd is. Mm-hmm. En dan krijgt de aannemer nu de plicht om aan te tonen dat het klopte bij oplevering. En dat is dus heel wat anders dan dat die consument moet aantonen dat het fout was. Ja, ja. Nou, dus die positie van de consument wordt wat steviger. En dat betekent dat dus de bouw- en installatiepartijen... Ja, die moeten zorgen dat ze hun zaken voor elkaar hebben. Ja, ja. Je hebt een paar keer de inregelplicht genoemd. Ja. Maar ik dacht dat die er al was. Ja, maar dat was er nou typisch zo één waarvan die zeiden van... ja, we gaan ervan uit dat er goed ingeregeld is. En daar gaan we maar vanuit. Oké, okay, dus er was een inregelplicht, maar die werd niet getoetst. Nee. Oké, okay, ja, zo kan ik het ook. Ja. Fabrikanten hebben ook de plicht om minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces. Is dat waar jij net op doelde? Dat is die materiaalprestatie in de keten. Ja.
En dat betekent dus dat er een premie is op materialen die minder CO2-intensief zijn. Nou, dat zie je als je naar de bouwkundige kant. Ik ben van huis uit bouwkundige, dus ik begin even met een bouwvoorbeeld. Geen steen, maar hout. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Steen moet ik bakken. Bij dat bakken komt CO2 vrij. Hout groeit, slaat CO2 op. Ja. Ja, ja. Makkelijk. Maar ook in de installatietechniek kun je dat soort voorbeelden zien. We zullen bijvoorbeeld minder koper zien. Je kunt nu al bij een aantal partijen die hier op de beurs zo vrij zijn om hun installaties open te zetten, zul je zien dat daar in vergelijking met het verleden minder koper is toegepast of minder koper toegepast gaat worden. En dat er ook minder gesoldeerde verbindingen en meer geknelde verbindingen op gaan zitten, zodat er A, andere materialen gebruikt kunnen worden, ja. En B, zaken ook reparabel worden. Ja. Nou, dat gaan we langzamerhand zien. Dat is wel een langzaam proces. Ja, en mag de installateur ervan uitgaan dat als hij een warmtepomp bij een leverancier koopt, dat die leverancier voldoet aan de verplichtingen, ja, van de materiaal? Dat hoef je als installateur niet te checken. Hoef je dat niet te checken. Nee, hoor. Er ligt al genoeg op hun bord. We zien op de VSK, elke 2 jaar komen we hier en dan valt me op hoeveel er dan veranderd is. Heb je van dag tot dag niet altijd in de gaten, maar met sprongen van 2 jaar wel. We zien ook steeds meer circulaire materialen. Ja. Nou, in de bouwbranche een hot topic. Hoe staat de installatiesector daar ten opzichte van andere sectoren? Hoe doen we het? Niet vooraan, om het voorzichtig te zeggen. Er zijn wel goede voorbeelden te noemen, maar de sector zelf moet daar nog erg aan wennen. Dus het feit dat je refurbished installatiecomponenten zou kunnen inzetten, dat is best een manier van denken. Ik weet nog een jaar of 7, 8 geleden verbouwden wij ons kantoor en zeiden we van joh, want contactdozen, die kun je makkelijk nog een keer gebruiken. Want het kantoor is 10 jaar oud, we gaan na zoveel jaar is veranderen, maar ja. Gebruik maar opnieuw. En die monteurs die daar bezig waren, die hadden daar een hekel aan. Want die hadden zoiets van, ja, ik kom niet uit doos, dus hoe weet ik dat hij goed is? Ja. Ja, joh, hij komt uit die kabelgoot, net deed hij het nog. Je hebt hem er zelf uitgehaald, gebruik hem dan gewoon opnieuw. Ja, ja, maar er is een soort misvatting dat nieuw altijd beter is dan gebruikt. Ja. Terwijl refurbished is soms beter dan nieuw. Klopt. Ja. Want er is extra aandacht besteed weer opnieuw aan de kwaliteit die moet leveren. Ja. Dat betekent dus ook dat... Is een omslag in denken? Ja, is een omslag in denken. Ja. Omslag in denken. Je ziet dat slopen steeds meer demonteren wordt. En je ziet dat sloopbedrijven noemen zich tegenwoordig oogstbedrijven. Ja. En daar is een hele snelle ontwikkeling gaande. Overigens niet helemaal nieuw, maar dat begint echt mainstream te worden. Ja. Ja. Oké. We hebben nog een paar minuten, dus in sneltreinvaart heb jij nog andere ontwikkelingen, bewegingen? Die voor de kijkende installateur belangrijk zijn. Wil jij nog iets zeggen over wat Hugo de Jonge? Ja, de hybride warmtepomp. Ja. Ja. Ja, laten we het daar even over hebben. Ja. Twee jaar geleden. 2 jaar geleden was het Hugo de Jonge die aankondigde dat de hybride warmtepomp per 2026 verplicht gaat worden. Ja. Dat is nog steeds het plan. We hebben nog 1 minuut. Er wordt gewerkt aan regelgeving, dat gaat goed komen. Er zijn mensen die zeiden van, nou, maar die nieuwe minister, als die wat wil doen en hij wil zeggen van, nou, minder verplichtingen, halen we die hybride warmtepomp van de markt. Ik denk dat je op deze VSK kunt zien dat achterhoedepolitiek is. Want je ziet die hele markt bewegen richting die hybride oplossing. Ja. Juist omdat het een no-brainer is om op korte termijn je CO2-uitstoot van bestaande gebouwen te verkleinen. En dan is die hybride echt wel een slimme oplossing. Dus de markt gaat wat dat betreft gewoon zijn werk doen. Ja. Verplichting of niet. Okay. Als laatste, is dat wat jou ook opvalt hier op de beurs? Of is er nog iets anders wat jij hebt gezien of gehoord wat er uitspringt? Nou, wat er uitspringt is toch de aandacht voor het maken. Dus veel meer aandacht voor de mensen die het moeten doen. En al behoorlijk wat aandacht voor die circulariteit. Dus inzet van hergebruikte materialen. Inzet van andere materialen. Ik vind dat de sector
mooi op weg is. Ja, en ik zou me niet verbazen als ik kijk naar de bouwsector, dat we over 2 jaar de volgende VSK... Drop en erover. Dat precies, nog veel meer zien. Harm Valk, dank voor je komst naar het VSK Nieuwscafé. Bedankt voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de installatiewereld? Volg installatie dan op LinkedIn, luister naar de podcast of abonneer je op de nieuwsbrief via installatie.nl/nieuwsbrief. Dankjewel.